als het beestje maar een naam heeft. Hoe anders is het met boten? Over de naamkeuze wordt goed nagedacht. Begrijpelijk, want een bootnaam veranderen brengt ongeluk. Vaak gaat achter een naam een bijzondere betekenis schuil. Ik ben Jan van der Wal en ik woon in Putten. En we zijn geboren in Lemmer allebei, mevrouw en ik. En daar hebben we ook het bootje voor het eerst gezien en hebben we kunnen kopen. Wij hebben hem in 2004 al, hè? Ja. Ja, 2004 hebben wij hem gekocht. U vertelde net dat u de zoveelste eigenaar bent, hè? De vijfde ongeveer? Nee, de vijfde eigenaar, ja. Wat is dit voor een schip? Dit is een oud veerscheepje vanuit Friesland destijds. Gebouwd bij Auge Handrok van de Zee in Joure. En die voerde vroeger een meel tussen Joure en Sneek. Hij is door een van de meulen is hij gebouwd destijds. Hij heeft meerdere namen in zijn leven gehad, of in haar leven gehad? Ja. Maar ik weet er maar één, dat het vrouw Anna-Katharina genoemd is. Ja. Of Hendrika, vrouw Hendrika. Maar dat heb ik niet allemaal in mijn hoofd zitten. En toen jullie dit schip kochten, heet het alweer zo, zoals het nu heet? Ja, toen was de naam Veerschip Koophandel, was het voor door mijn vorige eigenaar er alweer opgezet, ja. En dat hebben jullie lekker gelaten zo? Ja, dat vind ik wel. Rationeel meetbrief zit erbij. Daar staat die naam dan ook op. En ik hou wel van een stukje nostalgie wat dat betreft. Is dit jullie eerste schip? Nee, wij hebben hiervoor een klein motorcelletje gehad. Een Deense bootje. 25 voet, dat is heel wat anders hoor. En toen u deze zag, was het liefst op het eerste gezicht? Ja, dat wel. Ik had hem al heel vaak zien liggen. Niet weten dat hij te koop was. Maar heel via rechtstreeks met die eigenaar waren we aan het praten. En toen zei hij dat hij het bootje eigenlijk wilde verkopen. Nou, hij was metaalwerker. Het scheepje zeg maar, voor 85% helemaal casco vernieuwd eigenlijk. Kopje en kontje, dat is nog origineel. Voor de rest, zover ik weet, is dit de vierde roegal die erop zit door de jaren heen. Dus... Het is een stalen schip? Ja, een stalen schip. Ja. Betekent ook een beetje onderhoud? Doet u dat zelf? Ja, dat doe ik zelf allemaal, ja. Is dat ook een deel van de hobby? Dat is... Of noodzakelijk kwaad? Beide. Het is echt een hobby ook hoor. Anders moet je er niet aan beginnen. Vaar jullie veel? Ja, redelijk. Onze vakanties en wat diverse weekendjes. Zondagsmiddags of zo. Maar het zou meer kunnen. En het is ook een schip voor het water? Nou, daar begin ik niet aan. Zout water is dat hoeft voor mijn bootje.